Kikkerpassage. En wat zit daar? Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar ik wel. Ze zijn er niet. Nee. Dat zou moeten wel. Nee. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 15 mei 2023 en het is nou 12:52. Ja, precies dat. Ik zit nou niet even gelijk helemaal lekker in mijn vel. Dat komt doordat mijn begeleidster te laat is. Ze zou hier om 12:30 komen. Het is nu alweer bijna 1 uur. En volgens mij is het er nu al. Of niet? Nee, dat is ze niet. Maar ze heeft wel een rood autootje. Maar niet dat zij dat nu is. Maar oké. Want ik laat haar ook niet binnen. Helaas voor haar. Maar ik heb ook Roa aan de telefoon. Maar dit geeft mij dus onrust. Want ze geeft... Vorige week aan van, joh, kan ik dan om 12:30 komen? Want dan komt mij beter uit. Nou, prima. 12:30, prima. Het is nou verdorie 1 uur, dus dat is geen 12:30 bij mij. Dus dat geeft mij gewoon weer onrust in mijn hoofd. Hoor je dat? Emotioneel. Want Debbie en Karin die waren er wel altijd op tijd. Mits dat ze even uitliepen, dan had ik al lang al een berichtje gehad. Om 11:45 of zo van, hey joh Karin, ik ben 10 minuten later of zo. Maar nee. Dat is bij haar er niet bij, want ik heb haar zelf moeten berichten. Ik laat het jullie wel even lezen. Om 12:36 vraag ik aan haar van, waar blijf je? 12:41 zeg ik van, tegen haar van, 12:30 is ook 12:30. Zegt ze van, hey Karen, we hadden toch om 1 uur staan? Krijg ik een printscreen van haar. Zeg ik daarna, je had vorige week gevraagd. Of je ook om 12:30 kon, dat zou je beter uitkomen, want dan kon je 1,5 uur blijven. Nu je het zegt, even kijken. Nu je het zegt, klopt het inderdaad. Ik heb het niet aangepast in mijn agenda. Ja, sorry, weet je, daar heb ik helemaal geen ene donder aan. Dus ja, ik moet weer eventjes mijn kop even omzetten. Even wat in wat anders, wat leuks. Ik laat haar ook gewoon rijden, maar Emma's komt niet binnen. Even lullig voor haar, maar het is ook lullig voor mij dat ik dus nu niks heb, zeg maar, om de afgesproken tijd. Dus zo ben ik. Het is lullig, maar voor haar misschien niet voor mij, maar ik red het dan nog wel weer even een weekje. Maar ik wil gewoon een andere begeleidster, maar geen deze dame, nee. Want ze heeft hem bij een jeugdgevangenis gezeten, dus ik had haar wel wat hoog ingeschat, dus... Ik ga het even hierbij laten en ik ga even nog een vlogje editen. Thank you.
zie ik hier? Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar kijk eens, wat zie ik hier? Oh. Heiden. Hi. De winkelpassage. En wat zit daar? Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar ik wel. Ha. Daar ga ik dus weer naartoe. Ja. Ik ga weer eens even naar de winkel toe. Omdat de man dat heeft Rome er gevraagd. Als ik hier weer naartoe zou gaan, even kijken voor arbeiden. Dus ik ga kijken of ze dat hebben, arbeidjes. Nee. Ze zijn er niet. Nee. Dat is allemaal morgen. Nee. Ergens. Even kijken. Maar misschien zijn die ook wel lekker, maar dat weet ik niet zeker. Ik ga gewoon eens even kijken of die inderdaad ook lekker zijn. Maar eens ringen. En dan gewoon even een leuk. Maar eens ringen, deze. Ik weet niet helemaal zeker, maar... En dan gewoon even een. Vind ik leuk. Zo, nou, ik heb eventjes weer wat inkopen gedaan. Ja, omdat ik dat lekker vind. Omdat ik dat leuk vind. Maar ik zit even te twijfelen over iets. Ik vind deze ook wel erg lekker. Daar heb ik weer even twee blikjes van gehaald, zeg maar. Maar ik weet niet of dat slim is. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Ik ga gewoon kijken. Ja hoor, ik vind het helemaal prima. Ik vind niet eens, ja joh, weet je, heb ik ook nog deze kip pesto, barbecue worst. Heb ik vier pakjes van, heb ik aardappelschijfjes heb ik nog. Ik heb Hollandse groentemix, ja. Ik heb wel hotdogs. Even kijken, 180 gram black and white knakkelworsten, ja ja. Oké, het zal wel, ja. Nou ja, we gaan het zien. En eens even kijken. Oh ja. Ja, daar had ik het nog met Ro over. Over rookworsten. Gelderse rookworst voor een euro. Hey. Misschien dat Ro eentje wil. Ik sowieso wel. Moet ik even kijken. Vraag aan Ro of hij er eentje wil. Voor een euro. Waarom niet, weet je? Als Ro er ook eentje wil. Niet, zei ik net al. Oké. Hang uit. Ik ga even een foto maken voor Ro. Ik zal jullie even daar neerzetten. Ja. Dat zeg ik. Ik ga jullie even daar neerzetten omdat ik het leuk vind. Eens even kijken. Even vooral. Zo. Dat dus. Ja. Eens even kijken wat hij ervan gaat zeggen. En wat zijn we weer... En wat zijn we zeker weer van die industriepogingen? Geen idee, hè? Waar heb jij het over? Even kijken hoor, doe ik het zo? Zo. Waar heb jij het nou over? Industriepogingen? Hè? Ik kan niet jou meer begrijpen. Maar oké, het zal wel weer. Ik wil weten of jij die Gelderse rookworst wil. Het was een oude prijs van... even kijken. Alleen dit weekend. Op eens op. Aha. Het is nou weer maandag. Ja. Het is normaal €1,29. En ik weet dus nou niet of hij nou nog steeds voor €1 is. Ja. Het is nou maandag. We gaan het zien. Kijk dit dan. Oh, kijk. Oh, gezinnetje compleet. Oh.
vanuit Zwijndrecht naar Barendrecht. Van Barendrecht naar Rotterdam. En van Rotterdam hier weer naartoe. Ja, oké. Om het even simpel te maken. Wat zit er allemaal? Eens even kijken. Niks bijzonders volgens mij. Niks bijzonders. 4 euro is een beetje duur. 4 euro. Normaal is het 2,50. Tjonge, wat dan? Smaakt het wel steeds duurder. Ja. Nee. Daar heb ik dus niks aan. Oké. Check. Vind ik. Heb ik niks aan. Hier heb ik ook niks aan? Nee. Helemaal niks. Daar heb ik dus niks aan. Nee. Nou, op de proef heb ik ook niks aan. Nee, scheelt weer. Nou, dat is heel makkelijk om hier boodschappen te doen tegenwoordig bij de Jumbo. Dat is heel makkelijk. Weinig inkopen doen hier. Dat is leuk. Weinig inkopen doen. Bij de Jumbo heel weinig. Ja, maar je kan wel zeggen, Karen, maar je hebt toch alles al. Ja, dat is waar, maar... Het is ook gewoon even een uitje, weet je. Dit is door de pandemie gekomen. Dat we eigenlijk dagelijks hier naartoe gingen. Om eventjes mijn kop leeg te halen. Oh ja. Boem, nee, ik ben lui. Nee. Nee, ik ben niet moe, ik ben lui. Ja. Ik heb dat voor vanavond. Ja. Maar wat zou ik voor eventueel morgen of ook morgen kunnen maken? Ik ben even aan het denken. Ja, ik kan mijn kroon niet maken. Ja, lekker simpel. Even kijken. Mijn uitje, paprika, ham en kaas. Zou kunnen. Het zou allemaal kunnen. Maar ik heb wel even kijken, wat heb ik allemaal? Kaas heb ik sowieso niet. Dan wil ik ook wel eens even kopen, kaas. Eens even kijken, macaroni, dat is pennen. Ja, macaroni, bijna gewoon verdorie. 2 euro, jongens. 2 euro. Kan ik beter dat even halen bij de Aldi. Ja. Het schiet toch niet op? Oh. Hier, serieus, 1,89 macaroni. Waar hebben we het over, macaroni? Gewoon dik, bijna 2 euro voor een kilo. Voor 1 kilo, 2 euro. Nou, een beetje duur. Maar ja, ik ga even kijken hoe duur de kaas is. Dus even kijken hoe duur hier nou de kaas dan is, ja. Nee. Dankjewel. Huh? Ja, daarom. Zo. Ja, en dan komen er allemaal. Ja, toch? Eens even kijken. Ik moet. Nou ja, ik moet niet, maar ik wil kaas. Maar ik wil kijken hoe duur het hier is. Ja. Ik ga zeker kijken. Nee, je collega's komen er niet op en de klanten ook niet. Scheelt weer helemaal goed. Eens even kijken. Maar ik hou van gratis boodschappen doen, weet je. En elke winkel ligt je op, zeg maar. Elke winkel. Of je nou wil of niet. Jongens, stuk. 8,99. Deze hier. Dat is jong. Maar ik hou altijd van belegen. Dat is een 10 euro. Oepsa. Beetje duur. Maar heb ik wel weer wat. Sta ik in de weg? Nee? Ja? Wel? Nee? Niet? Oké. Okay. Zo. Dus even kijken. Nee. Ik wil dat wel halen, maken, zeg maar. Nou, dan pak ik... Ja, ik weet niet. Ik ga eens even kijken op mijn telefoon hoe duur het dan bij de Aldi is. En dan kom ik daar zo even op terug. Ja. Doe ik dat eerst. Ik ga eerst even een afwas doen, jongens. Want dat ziet er hier niet uit. Moet echt hier eens even weer eventjes opgeruimd worden. Ja, en ik hoop dat ik jullie ergens neer kan zetten. Zodat jullie mij kunnen blijven zien. Lijkt me erg handig. Ja. Eens even kijken. Even de camera een beetje draaien. Zo. Ja. Ik ga eerst wel even de afwas doen. En daarna ga ik eventjes
Ja, wat zeg ik? Ik ga eerst even opruimen en dan ga ik de afwas doen. Zo, die moet ik hebben. Die daar, die daar. Hoe zit dit? Oh ja, zo. Oké, check. Hartstikke mooi. Tralali. Zo, kijk. Deze hier even naartoe. Helemaal goud. Helemaal goed. Zo. Top. Dat even daar naartoe. Dat daar naartoe. Die weg. Die weg. Dat zeg ik even lekker opruimen, die handen. Lekker man. Ja, dus even lekker opruimen. Echt, ik moet gewoon wat meer boodschappen doen in Duitsland, jongens. Echt waar. En Roderick en die pleurt hier ook alles maar vol. Dat vindt hij blijkbaar leuk, maar ik niet. Ja, dat zeg ik. Die is weg. Dat was echt niet te doen. Bah. Ieuw. Nou ja, maakt niet uit. Dat is gedaan. Gedane zaken nemen geen keer, zeg maar. Nee. Ik moet even dit wegdoen. Dat wegdoen. Even die daar naartoe. Dan vraag ik namelijk aan Ro van schat. Kun je even de afwas doen? Ja, maar net. Ja, is goed, jongen. Ik doe het al zelf weer. Ja, maakt niet uit. Het ziet er ook hier allemaal niet uit. Nee, het is hier vies. Bah. Ieuw. Zo, dat. Eerst even die. Net zoals deze is ook zo vies als ik ben. Bah. Ieuw. Bah. Maar dat komt later wel even. Even dit schoon te maken. Kijk, doe deze even hier naartoe. Nou, buurman. Ik kan hem netjes kwijt. Er is een buurman die dus nu aan het inparkeren gaat. En die kan hem nu eindelijk een beetje kwijt. Kijk, je zet hem tussen mij en die buurvrouw. Zo, dat was je bandje, vriend. Was niet helemaal lekker. Een beetje draaien. Oh. Maar ik hou hem van om lekker strak neer te zetten. Ik zal zo wel zeggen. Je mag hem ook wel strak neerzetten bij mij, hoor, want ik kom er toch wel uit. Buurman! Kan ik wat gooien? Nee, is jammer. Zal ik kijken wat ik even iets kan gooien zo, dat hij er van schrikt of zo? Geen idee. Of hij wat van schrikt, ik weet geen idee. Echt niet. Iets wat en iets gewoon wat onschuldig is of zo, weet je? Is leuk. Mijn buurman pest, maar ik heb niks. Ik heb echt niks. Hi, kindje. Hi. Zet de pot neem mee naar mij toe. Wat is het, lady? Wat is het, lady? Hi. Hi, puppy. Alles goed? Mag ik pootje van jou? Mag ik pootje? Ja. Mag ik pootje? Nog een keertje pootje. Pootje. Poot. Waar heb jij nou ingezeten? Ieuw, waar heb je nou ingezeten? Je bent helemaal groen hier. Waar heb je nou ingezeten? Oh, beaut. Waar heb je nou ingezeten? Really? Je stinkt ook nog. Ieuw. Nou ja, maakt niet uit. Ik ga dat wel doen. Ja. Oh, het is stikke mooi. Echt wel. Top. Ja, ik ga jullie weer even een kleine update geven. Nou, de afwas is alweer gedaan. Ja. En nu ben ik dus bezig met eten. Ja. Ik ga nou een uitje snijden. Waar zien jullie dat? Ja, hier. Ha. Kijk, dan snij ik dit ervan af. Oh, het is stikke mooi. En als er iemand meekijkt, dan zal zo'n kok en die zal nu al zeggen... Karin, je doet het fout. De exen van Katja. Schuurman, die ken ik persoonlijk. Ja. En het is onze kompion, die ken ik ook persoonlijk. Als die nou zou kijken, dan zou die gelijk nog zeggen... Karin, je doet het fout.
Ja, ik weet het. Maar dat maakt niet uit. Zo. 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 Is ook handig zo op deze manier. Zo. Bijna helemaal rond gesneden. Zo. Dat is weer dat. Nou, kom. Ga daar blijven. Ga daar blijven. Nee, daar. Rodding. Nou, deze is helemaal nu rond. Dat is fijn. En dan ga ik dus nu snijden. Ja. Lekker makkelijk. Ideaal dit. Ja, zo, dus die er van over, kan die ook weer weg. Hé, hoe toevallig. Heb ik hier nog een ui, die is behoorlijk zacht. Daar kan ik dus niet tegen, zo en zo zacht. Dan heb ik hier nog, sowieso, twee blikken met ham, maar ik pak er nu één. Ik heb hier courgette, daar pak ik ook nu lekker één van. En heb ik hier nog een keer uien. Hier pak ik nog, denk ik, ook nog één van. Ik kan Sam te lekker aanfruiten namelijk. De uitjes. Zo. Nee, ga daar eens weg. Dank je. Wel, heel fijn. Kijk. Zo. Eerst even deze eraf halen. Het jasje van de ui. Zoveel jasjes. En zo. En dan ga ik dit even hier ervan afhalen. Zo. 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 En dan pak ik even het grotere jasje. Dan gaat er heel veel vanaf. Zeg maar, het meeste. En er staat toch een wind, jongens? Mooi! Echt wel. Kanonnen. Of er regenopkomst is of zo. Daar kun je wel over nadenken. Zo. Heb ik die er ook weer vanaf. En dan ga ik nu alvast eventjes de pan warm maken. Doe ik even wat boter erin. Even kijken. Bak en braad. Dan moet ik wel bak en braad vinden. Verstopt, zeg maar. Hallo, waar heb je die gelaten? In mijn bakkenbraad. Oh, hier. Aha. Top, dank je wel. Zo. Dan moet ik even het weggooien. Ik weet niet of het nog goed is. Ik denk, ik haal ze nog wel, want ik haal het al de hele tijd cool. Dus, oh, man. Echt. Sommige mannen kennen geen koelkast indelen. Kijk, echt serieus. Gewoon niet. Nee. Hou. Irritant af en toe.
Hier heb ik botert. Hier heb ik nog natoetjert. Deze zijn zo meteen lekker voor de hondjes. Hebben ze wat lekkers voor zo meteen? Ja. Ik ben nog wel eens lief. Of niet altijd. Maar als we wat lekkers krijgen, dan ben ik... Ja. Zo. Top. Zo. Hi, kind. Hi, wijfie. Nou, ik had hier nog... Oké, dat maakt niet uit. Geef niet. Zo, top. Kijk, doe nog een keer. Hartstikke fijn. Kijk. Zo. Top. Zo ruim ik het hier in. Nou, maar leuk. Voor de mensen onder mij die het niet weten. Zo ruim ik het dus in. Weet je dat even? Weet je niet hoe? Vraag het mij even. Dan kom ik je heel graag weer helpen. Wat had ik nou? Oh ja, bakkenbraad heb ik gepakt. Ja, check. Goedemorgen. Deze zonnige morgen. Zo. Tof. Ik heb nu bakkenbraad. Dus ga ik de pan even vast aandoen. Ja. Genoeg boter erin. Altijd genoeg boter. Altijd. Waarom weet ik niet. Maar dat vind ik altijd wel gewoon fijn. Blijf staan. Zo. Zo. Die staat aan. Weet je wat ik nou gewoon doe? Ik doe het gewoon lekker zo. Ik ga niet moeilijk lopen doen. Geen ochtend. Zo, dan doe ik het zo. Halve maken. En dan snij je ook goed. Zo. Nee, dat zeg ik niet. Oh, wat is het lekker fijn nat zeg. Jeetje mina, dat zeg ik toch allemaal niet jongens. Oh, wat ik krijg hier grijs haar van, wist je dat? Nee, nou dan weet je het nu. Ik krijg hier grijs haar van. En dan begin ik wel eens een keer te huilen, maar ik doe het ook fout. Maar dat is ook een nieuwe. Ha, die is heel scherp. Maakt niet uit verder. Ha, die is wel lekker scherp, ja. Kijk. Mooi. Lekker man. Maar ja, ik ga verder met koken en jullie zien het straks wat ik heb gemaakt. Dit is alweer namelijk de einde van deze vlog. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik weer zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.